Zaterdagmiddag Egmond aan den Hoef. Er hangen vlaggen half stok en er zijn heel veel ambulances onderweg en aanwezig met een zwart lint aan de antenne. Afgelopen maandag overleed Siebe Wittebrood na een lang gevecht tegen kanker, waar hij een boek over schreef. Siebe woonde in Heerhugowaard, maar kwam uit Egmond en was ambulancechauffeur. Op de Nolleweg in Alkmaar vormden Siebes collega's een erehaag en namen ze afscheid van hun collega, die in een ambulance van Egmond naar Heerhugowaard werd gebracht. Daarna sloegen de escorterende voertuigen af naar de Alkmaarse ambulancepost en reed Siebe voor het laatst naar Heerhugowaard.